91 sprak onze redactie ook bij de indiening van de kandidatenlijsten vandaag. We hebben een prachtige lijst ingediend vandaag waar we ontzettend trots op zijn. Het wordt aangevoerd door 3 vrouwen. Het is een lijst waarop u ook mensen van DRS zal zien. U ziet mevrouw Etnel hier, mevrouw Setny, omdat ook die mensen onder de 91 paraplu aan deze verkiezing deelnemen. Voort zult u ook mensen van Cities Ranang politieke partij daar zien, omdat ook zij onder de DA91 vlag het alternatief bieden aan deze samenleving. We zijn ontzettend trots en we roepen de Surinaamse samenleving op, hoe moeilijk het ook mag zijn, hoe uitzichtloos het een moment ook mag lijken. Wij zijn er, we zijn fighters, we zijn strijders, we geven niet op. En juist omdat die omstandigheden zo moeilijk zijn, hebben deskundige mensen uit het bedrijfsleven, uit de medische sector, juristen, uit alle sectoren in onze samenleving zich gebundeld op deze lijst voor Paramaribo. Een beetje aangepaste campagne voeren in verband met corona, de coronacrisis. Hoe zal DA91 dat doen? De vergaderingen, et cetera, de traditionele gang naar de verkiezingen is anders? Sowieso is het anders, maar wij zeggen ook politiek anders. Dat zeggen we al meer dan 2-3 jaren. En die campagne wordt dus anders. We hadden ons al voorbereid op de campagne per social media veelal. Want we zijn geen partij van grote massameetings, et cetera. Wij leggen de nadruk op die two-way communication. En we maken zeker dat de mensen het programma tot zich nemen. En dat vinden we een van de voordelen van de huidige situatie. Dat het de mensen verplicht. Ze zitten de hele dag voor de tv en voor de computer op hun apps. Dat ze lezen waar wij voor staan. Dat ze kijken wie die mensen zijn die ervoor gaan. En dat ze daardoor overtuigd zijn dat dit de keuze is. Staat met de andere districten? We hebben in nog 4 andere districten ingediend of indienende. Want ons laatste district waar we indienen is Kommewijnen vandaag. Dat is om 12:30. Maar we dienen ook in Nikeri. We dienen in Para. We dienen in Kommewijnen en Wanica. Mevrouw Etnel van de DRS-partij die staat ook hier, een samenwerking, althans onder de vlag van DA91. Wat moet ik me daarbij voorstellen, behalve dat mensen op de lijst staan? Nou, behalve dat mensen op de lijst staan, is het zo dat DA91 naast andere partijen ons benaderd heeft voor een samenwerking natuurlijk. Door de nieuwe wet kunnen we dat natuurlijk niet doen. Dus hebben we toen gezegd, we gaan onder de paraplu van DA91 om toch ook iets te betekenen voor ons achterban. En ook voor de samenleving en met name de werkende klasse. Hoe zal dat in zijn werk?